De ex-jeugdparlementariër Edgar Sampi probeert dit jaar wederom een algemene scholieren- en studentenbond op te richten. De organisatie is 3 jaar geleden speciaal opgericht om op te komen voor de belangen van alle schoolgaanden. Dit was echter van korte duur, omdat de bond niet lang daarna is ontbonden. Volgens Sampi, die toen benoemd was als voorzitter, is de organisatie toen tegengewerkt door de overheid. Hij denkt dat de bond nu wel succes zal hebben, omdat zaken op een andere manier zullen worden aangepakt. We hebben een aantal gesprekken gevoerd met meneer Ponleu, alvorens we toen zijn overgestapt tot de launch van de bond. Bij een van de gesprekken heeft hij duidelijk gemaakt dat hij geen voorstander is van de bond en dat hij liever een vereniging wil. Maar wij bleven vasthouden aan een bond. En in dat kader heeft hij duidelijk geweest dat hij geen bond zal accepteren. En een vereniging zal accepteren. En wij blijven vasthouden aan een bond. Dus ik denk dat we nu ons huiswerk beter gaan maken. Omdat toen hadden we een strategie toegepast van eerst launchen en daarna de scholen organiseren. Maar nu gaan we de scholen eerst organiseren. Alle studentenbesturen op de scholen in place hebben. Alvorens wij dan een formele verzoek bij de overheid gaan indienen. Dat we formeel erkend worden als te zijn de overkoepelende organisatie die de studentenvereniging worden gewandeerd. Het gaat om studentenbelangen in Suriname. Sampi zegt verder dat de bond wel draagvlak heeft. Op dit moment hebben 5 scholen zich aangemeld. Het streven is om minimaal 20 onderwijsinstellingen te hebben voor de officiële lancering. Geluiden die beweren dat Sampi politiek wil bedrijven met de Algemene Bond voor Scholieren, spreekt hij met klem tegen. In 2018 was ik nog niet in de politieke stap, duidelijk in de politieke stap. Maar ik ben toen benoemd als voorzitter. Dus ik zie geen link tussen mijn politieke carrière en duidelijk link tussen mijn politieke carrière en de SSB. Ik denk helemaal niet daaraan. Dus het is niet zo wat er wordt gezegd nu is niet waar. Wat er wordt gezegd dat ik politiek wil spelen, is bezijden de waarheid. Ik probeer te doen voor de studenten wat ik kan doen. En alle mogelijkheden die ik zie, voor de studenten probeer ik de studenten de wegen open te maken voor de studenten. Dat ze gebruik kunnen maken van die mogelijkheden om het beste te halen uit wat ze dromen. Tot zover ex-jeugdparlementariër Edgar Sampi. Hij probeert dit jaar weer een nieuwe start te maken met de Algemene Scholieren- en Studentenbond.